hebben wij een grote ster, dames en heren. Irene heeft een hele leuke introductie gemaakt. Tenminste, dat doet ze graag. En daar komt ze aan. Denk je aan Volendam, dan denk je aan... Ja, Piet Veerman. Ook. Nick en Simon. Ook. Jantje Smit. Ook. Marietje Kwakman. Ook. Marietje Kwakman. Ook. En Marietje Kwakman. Nee, maakt niet uit. Nou ja. Ik denk vooral aan BZN. En in juni hebben ze afscheid genomen. De bandleden afscheid genomen van hun fans. 40 jaar was genoeg. Maar niet voor het gezicht van BZN. Dat is natuurlijk Jan Keizer. En Jan Keizer die ging solo verder. Die is alweer een plaat gaan maken. En van alles erop en eraan. Daar willen we alles over weten. Hij is niet alleen. Hij heeft een dochter meegenomen. Kondig jij ze aan? Ja. Dames en heren, Jan Keizer en zijn dochter Nelly. Nelly, ga lekker zitten met je hele dag, Jan. Hallo. Ga maar lekker zitten. Hallo. Hallo. Kom maar naast mij, meid. Hoe lang al in het vak, Jan? Hoe lang nou al? 41 jaar. 41 jaar, want we hadden even een discussie over de blues. Ja. Dat het namelijk zou riffelen, dames en heren. Dat betekent nee, dat hoor, je thuis nee. Er last van krijgt, maar zie je, het ziet er toch wel goed uit. Jan weet het heus wel. Ga lekker zitten. Ja, Jan, jou riffelt meer. Dus. Ja. Hoe is het zitten. Met Jan Smit, om even met de deur in huis te vallen? Heb je hem nog gesproken? Ik heb gisteren een sms'je gekregen van hem. Waarin hij zei dat hij naar mijn plaats zat te luisteren. En dat hij daarvan genoot. Nou, hartstikke leuk. Hij sms de laatste tijd heel veel, hè? Ja, dat moet hij wel. Maar ik heb hem gezegd, als jij al aan andere dingen kan denken dan aan je keel, dan gaat het weer goed met je. En hij moet gewoon rust houden. Die straks... Want die operatie was afgelopen week van hem. Ja, ja. Maar die heeft wel langer geduurd, 3 kwartier geloof ik. Mm. En dat was 10 minuten gepland. Maar ja, als het allemaal weer goed komt, dan... Dan zit hij straks. Maar wel leuk dat hij dan toch ook wel meteen met jou contact zoekt. Ook, of tenminste op jouw sms'en reageert. We kennen elkaar natuurlijk wel een beetje. Ja, ik ben bang van wel. Ja. Je zit naast je schitterende dochter. Ja, dank je. Hoe gaat het, Nelly? Dit is je eerste tv-optreden. Ja. Ja? Ja. Nou, ja. Je hebt wel eens eerder met je vader opgetreden, maar dat was gewoon door het land. Maar het is voor het eerst dat je met je vader gaat zingen. Ja. Dat is bijzonder. Absoluut. Is het bijzonder om met je vader te zingen? Ja, vind ik wel. Maar jij bent toch helemaal opgegroeid met jouw vader in een ontzettende beroemde band. Dan ben je toch al die aandacht wel gewend, zou je zeggen? Ik ben het wel gewend, maar dit is toch natuurlijk iets anders. Ja, want je zei, je gaat niks vragen, niks zeggen, maar ik heb niks te vertellen. Dat gaat nu wel. Ja, ambieer je dit ook, een zangcarrière, of is het een grap? Natuurlijk. Of is het zo van, nou, iedereen die uit Volendam komt, die moet gaan zingen? Maar of dat lijkt nu wel zo, inderdaad. Maar heb je echt iets van, ik vind dit leuk om te doen, dit is mijn passie? Ja. Is er dat, Jan, dat het zo helemaal diep in de familie zat? Ik heb ooit een keer op mijn website gezet dat ik de kinderen niet in het muziekvak gingen. Van de week zeggen ze, dat zou ik hem maar afhalen. Ja. Dat is niet meer waar. Dat is feitelijk onjuist. Nee, ze doet dan soundmix-shows mee. Je zingt af en toe op een bruiloft. Soundmix-shows? Nou, ja, oké. Ja, soundmix-talentenjacht. Idols. We gaan toch even terug naar BZN. Vanaf juni, ja, jij hebt daarna niet stilgezeten, maar... Dat moment daar, we gaan even naar de laatste tonen. Het laatste concert. Kijk jij even mee. En geef commentaar wat je ziet. Ja, want ja... Had je hier al het idee... Hier komen ze aan, de laatste tonen. Het is echt het laatste liedje, hè? Ja. Laatste applaus. Zeer emotioneel, hè? Kan je het goed zien? Ja, ik zie het. Heb je het vaak teruggezien? Ik heb het helemaal niet teruggezien, moet ik eerlijk zeggen. Nou, daar ga je. Ja. Sta je hier te bijten? Nee, ik ben... voor mij was het belangrijkste... Hoe dit komt was alles een belangrijk moment, sorry. Nee, de gitaar, dat was toch ook een symbolisch... voor het laatst dan weer neergezet? Maar... Jan Tuyp was de meest emotionele man daar. En voor mij was gewoon... Het concert moest gewoon fantastisch zijn. Omdat dat het laatste was wat we lieten zien aan het Nederlands publiek. En daar was ik het meest mee bezig eigenlijk. En ik heb wel een moment gehad dat ik het even moeilijk kreeg. Toen keek ik naar mijn eigen kinderen in de zaal. En toen kreeg ik even een brok in mijn keel. Ik denk, dit moet ik niet meer doen. Ik moet even mis gaan kijken, want anders gaat het straks niet goed. Ja, het is natuurlijk wel emotioneel. Hier zijn alle echtgenotes, kind van Ja, ze corona. Vonden dat onze vrouwen de bloemen moesten geven. Kijk, hier gaan de tranen onder de bril door. Heeft hij inderdaad nooit zijn gitaar meer opgepakt? Of, nee, Jan is eigenlijk... Is Johnny Kaagman was er ook. Nou ja, jongens. Ja. Klein grapje. Hoe hebben jullie, wat hebben jullie daarna gedaan? Hebben jullie het op het zuipen gezet, om het maar plat te zeggen? Of zijn jullie allemaal naar huis gegaan? Het hele Volendam was bijna met bussen gekomen. En daar zijn wij mee teruggereden ook. Ja? Dus niet in de bandauto meer.
echt met de bussen met het publiek mee naar Volendam. Want dat was de kracht ook, hè? Dat het zo dicht bij het volk staat eigenlijk. Ik denk het wel, ja. En dat, jouw nieuwe album... Moet je lachen? Ja, nee, dat is gewoon zo. Ja, het is gewoon zo. Ja, zo, ik bedoel, uit je hoofd, hoeveel cd's, platen zijn er wel niet verkocht bij elkaar? Dat heb ik nooit opgeteld. Nee, maar we hebben 80 gouden en platina platen. Dat is natuurlijk eigenlijk... Daarom. Moesten ze verbieden, toch? Het leuke is wel om te vertellen dat het natuurlijk allemaal kwam... door die ene grote hit Mon Amour. Hè? Want daarvoor heb je 10 jaar een beetje toch lopen sukkelen met de band. Ja. Sukkelen. Nou ja, wel. Want ja, het was 10 jaar ploeteren. Ja, ploeteren. En toen kwam Mon Amour. En toen was het... Meteen vanaf dat moment alles goud en platina. Zo is het. Alles, hè? Alles, ja. Mag ik nog even een foto zien van Jan en Nelly, van toen Nelly nog klein was? Dat we even een kleine kijken vergelijken hebben. Kijk nou. Oh. Straks gaan deze twee mooie mensen, dames en heren, zingen in ons programma. En hebben wij de doordraaishow. Gaan jullie je voorbereiden op het zanggebied? Maar blijf nog even zitten. Ja, maar blijf maar even lekker zitten. Want jullie krijgen nog koffie en alles. We hebben maar daar toch een hoop leuke dingen. Dus blijf lekker zitten. Tot zo. We zijn nog steeds in gesprek met Jan en met zijn dochter Nelly. En Nelly is heel bang dat Irene allemaal maar brutale vragen gaat stellen. Wat Irene natuurlijk nooit zou doen. Nou, ik heb hier de cd, hè, van Jan. Hè. En Geef mij je lach, dat is de titelsong. En dat is ook het nummer waar jij op meezingt. Ja. Hoe is dat nou gekomen? Vroeg jouw vader jou van, Mike, zing even mee? Of heb jij je opgedrongen aan je vader? Ik denk dat mijn vader dit erg goed uit kan leggen. Nee, nee, doe dat nou eens even zelf. Nee, jij doet. Zo word je nooit Britney Spears. Ja. Nou, we hebben namelijk twee verschillende verhalen hoe dat gekomen is. Ja, maar vertel jouw verhaal. Ja, jouw verhaal. Ja. Nou, mijn verhaal is dat ik altijd al zeg van, ik wil een nummertje meezingen. En nu is hij gestopt met de Base Den. En nu kon dat. En nou zocht hij een andere blonde Anis Corolla. Ja, begrijp het. En wat is jouw verhaal, Jan? Wat is jouw verhaal? Nou, het was niet de bedoeling om echt een duet te gaan doen. Of een liedje met Nelly, moet ik eerlijk zeggen. Staat er toch op? Ja, maar toen ik ermee bezig was en het liedje was opgenomen... en dan zit ik dat in de huiselijke kring even met moeder bij het ontbijt te draaien. Ze heeft meer verstand van verzekeringen en stofzuigers, hoor. Maar het is toch ook het publiek. Ik zeg, mis jij ook niet wat? Ja, ik vind toch... Ik zei, ik mis wat in het refrein. Ik zou eigenlijk een tweede stem in het refrein moeten hebben. En toen zegt zij, aan de andere kant van de tafel... Waarom mag ik niet meedoen? Ja. Ja. Nou, ik zeg, we gaan dat wel eerst repeteren, maar... Maar het was gelijk goed. Ja. Ja, hè? Het was gelijk goed. Gelijk, ja, het was gelijk goed. Kijk, beetje zekerheid. Heel goed, heel goed. Nou, ik denk dat we er gewoon bijna naar kunnen gaan luisteren. Ja, nog even één vraagje, want Irene had het al een keer verteld. Er is het Volendamse TV op de regionale televisie. Ja. Dat is leuk. Is er een soort van parodie op Live and Cooking, hè? Ja. Ja, Love and Cooking. De doordraaishow, alles zit erop, hè? Ik ben daar al een keer te gast geweest. Echt waar? Ja. Kon je al oefenen, zou ik maar zeggen? Dan kon ik een beetje oefenen, ja. Oké. Okay. Ja. Wie speelt Irene Moors daar? Dat is Jenny, dat is de zus van Jan Smit. Jenny Smit. Spreekkomt. Ja. Ik heb een stukje gezien, jawel, ik heb een stukje gezien. En... Ik laat het je wel een keertje zien, hartstikke leuk. Echt leuk. We zagen even de cameraman van je nieuwe reality soap, want die gaat er ook aankomen. Ja. Wanneer komt hij bij de Tros? Februari gaat het beginnen. Oké, en dat wordt smashing. Nou, het publiek heeft altijd het laatste. Nou, je moet vaker je dochter meenemen. Die zegt meteen, tuurlijk wordt dat leuk. Tuurlijk wordt dat leuk. Ja. Mag ik jullie begeleiden? Geef ze een groot applaus. Ze gaan ze voorbereiden. Op het optreden. Ja, dat straks. Ja. Maar eerst gaan wij het even hebben, terwijl er luid geapplaudisseerd wordt. Er is iets gebeurd. Wat dan? Een nagel van Nelly is net afgebroken. He? Meen je dat nou? De nagel is afgebroken. Oh, en dan moet ze nog optreden. Oh. Je moet er gewoon goed achter je microfoon verbergen. Dan ziet niemand het. Komt Simply Red in the lift en de nagel van Nelly is afgebroken. Ja. Dingen gebeuren. Maar het volgende nummer is dus van de cd. De nieuwe cd van Jan Keijzer. Hij wordt gesteund door zijn dochter Nelly. En het nummer waar we naar gaan luisteren is... Geef mij je lach. Soms denk je wel eens, komt het ooit nog goed? En de kranten zeggen dat het anders moet. Iedere dag, telkens weer, een nieuwe strijd. Er is altijd ergens wel weer haat en nijd. En iedereen is het eigenlijk van plan, maar het komt er maar niet van.
terwijl het anders kan. Geef mij een lach en de wereld lacht terug. Geniet van elke dag, het leven gaat zo vlug. Ongeacht welke tint, een lach op het gezicht van ieder wereldkind. Geef mij een lach, dus een kleine goede dans. De taal van alle dag, die iedereen bestaat. Met een beetje goede wil, maak je een wereld van verschil. Bij de horizon, samen lachen, samen praten. Met een beetje goede moed, blij de toekomst tegemoet. Want wie goed doet, goed ontmoet. Toch ook wel tijd voor een beetje vrolijk nieuws aan het ontbijt. Dan komt iedereen het jaar veel beter door. Met zo'n hele brede grijns van oor tot oor. En iedereen is het eigenlijk van plan. Dus het komt er heus wel van, omdat het anders kan. En de wereld lacht terug. Geniet van elke dag. Het leven gaat zo vlug. Ongeacht welke tint. Geef een lach aan ieder wereldwonderkind. Geef mij een lach. Het is een kleine goede dans. De taal van alle dag. Die iedereen bestaat. Met een beetje goed. Maak je echt een wereld van verschil. Nelly, fijne avond Nelly, heb het leuk. Dankjewel. Dankjewel. Nelly. De manicure is daar, of de pedicure. Of... Hey, manicure. Ik wil nog echt een vraag aan jou. Heb jij gisteren voetbal gekeken? Jan, niet die lift nemen. Nee, dat... Nee, oké. Okay. Heb jij gisteren voetbal gekeken? Ja, het was een hele saaie wedstrijd. Ja, ik heb niet gezien. Ik zat idols te kijken. Ook leuk. Maar waarom was het saai dan?